in ieder geval met zekerheid zeggen dat het je laatste seizoen is en dan afscheid nemen met de kampioenschap. Hoe is dat? Ja, geweldig, tuurlijk. Zeker als je begint nog één jaartje je carrière te verlengen. Ja, dat je dan zo kan afsluiten. Geweldig. Denk je dan niet van nog een jaartje dan? Nee, eigenlijk niet. Op het moment dat ik die beslissing heb genomen, was ik wel klaar voor om echt te stoppen. Je kwam na een uur kwam je daarin. Er was van tevoren wel bedacht dat je nog speelminuten zou krijgen als de wedstrijd ertoe zou laten, denk ik, hè? Ja, tuurlijk. Zo en zo. En daar had ik ook wel een beetje op gerekend. En de trainer zei het van tevoren, van luister, stand ertoe laat. Dan breng je sowieso nog een half uurtje. Dus ja, mooi gebaar. Geweldig om voetbal het afscheid te nemen in ieder geval. Ja, met de aanvoerdersband, hè? Nee, ook dat nog. Het was wel leuk van Jan om dat te doen, inderdaad, Jan. Dat was niet afgesproken? Nee, eigenlijk niet. Ik had ze er wel van tevoren, zeiden ze wel een beetje grappig van... Als het gebeurt, krijg je die band en dat soort dingen. Dus ja, dat hij het doet, geweldig. Met wat voor gevoel heb jij deze wedstrijd beleefd? Het is één jouw laatste thuiswedstrijd. Een van je laatste wedstrijden in je carrière. En dan ook nog een kampioenswedstrijd. Ja. Dat is nogal wat. Klopt, ik moet zeggen, vanmiddag was ik rustig aan het rusten. Zoals ik altijd doe voor de wedstrijd. En toen kreeg ik wel een beetje de kriebels in één keer. Van, hey, wacht even. Het besef van, ja, dit is wel eens gewoon je ene laatste wedstrijd. Maar in ieder geval je laatste thuiswedstrijd voor je eigen publiek. Ja, toen kreeg ik het wel even zwaar. Ik dacht van, hey, wacht even, het is zo direct afgelopen. Ja, en dat is het nu? Ja, nog één wedstrijd en dan is het klaar. Dus aan de andere kant, je kiest ervoor en houdt een keer op. En om zo afscheid te nemen, om zo af te sluiten, dat kan niet mooier. Ja. In Amsterdam, jouw stad, uitverkocht. Ja, nee, klopt, als Amsterdamse jongen. En dan nog zo afsluiten, dat is wel iets om trots op te zijn. Dankjewel. Ja, nee.